Met de speer goed onderdoor. Het initiatief in de race overgenomen. 42-14, 25-4 voor de ronde. Dat is goed. Dat is een goede ronde van Otterspeer. Maar houdt hij dat vol in die laatste ronde? Rijdt hij hier de frustraties van zich af? Na die val, na 500 meters die niet helemaal lekker liepen. Hein Otterspeer gaat hier ruim, wel door die lijn. Kijk uit Hein, blijf bij die lijn weg. 1.29, 1.09.20. 27 rond als slotronde, daar levert hij dan wel weer in. 1.09.20 is een hele goede tijd van Otterspeer. Initiatief bij de Canadees, maar bijna 14e langzamer dan Otterspeer. Die reed dus een slotronde met een verval van 1,6 seconden. Morrison, winnaar in Heerenveen. 1.09.43 en nu komt hij tot 1.09.65. Wel in de 1-9, maar 45 honderdste langzamer dan Hein Otterspeer. Otterspeer had na 600 meter 42-14 met 25-4 voor de ronde. Nuis 42-35, 2/10 langzamer in de eerste volle ronde dan Hein Otterspeer. Duel is er niet met Kuzin. De ritwinst is makkelijk binnen. 1.09.20, Otterspeer 1.09.73. Wel in de 1.09. Wel veel beter dus dan gisteren. Maar de tijd van Hein Otterspeer blijft buiten bereik. Mooi net binnen de lijnen bij de bel. 42-14 had Otterspeer, 25-7. Daar levert Mulder in die volle ronde 3/10 in op Otterspeer. 300ste langzamer en dadelijk ook de laatste buitenbocht. Schwartz komt iets terug. Mulder heeft het moeilijk in de buitenbocht. 1.09.20, de tijd van Otterspeer. Dat is genoeg voor de winst, kijk maar. Ruim genoeg voor de winst. 28-2 voor Mulder in de slotronde. Komt hij er niet aan. Hein Otterspeer wint de kilometer in Nagano. Na die val van gisteren. En de teleurstelling over 500 meters die niet helemaal naar zijn wens liepen. Komt hier dan zijn eerste wereldbekerzege in zijn carrière.